Ja, we zijn ooit begonnen, ruim 20 jaar geleden, toen er een probleem bekend werd met betrekking tot tijdregistratie in de zorg. Heel veel zorgverleners moesten tijd schrijven en bijhouden wat ze precies deden bij hun cliënten. En dat ging allemaal op papier. En daar hebben wij met technologie, met een apparaat en wat software, hebben we daar een mooie oplossing voor gemaakt. Om dat eigenlijk te automatiseren, zodat ze daar niet meer druk mee waren. NEDAP is een create- en skillbedrijf met een focus op autonome groei. We zijn opgebouwd uit 7 marktgroepen en ik werk voor de groep die zich bezighoudt met de gezondheidszorg. De software die wij maken is bedoeld voor eigenlijk diverse groep medewerkers. Wij maken bijvoorbeeld een plan- en roosteroplossing. Die is dan specifiek voor mensen die plannen en roosteren. Maar we maken ook software voor meer de administratieve verantwoording. Dus dat je kan factureren en declareren. Dat gebeurt vaak op een administratieafdeling. En we maken natuurlijk software die heel erg handig is voor de zorgverlener zelf. Om bijvoorbeeld een eigen dossier bij te houden. Relevante gegevens daarin vast te leggen die ze weer willen delen met collega's. Dat soort systemen maken wij. Het is vaak heel ingewikkeld voor een zorgverlener om te vertellen wat zij nodig hebben om hun werk makkelijk te maken. We vinden ook dat dat onze rol is als automatiseerder. Dat wij kijken naar mensen en op basis daarvan nadenken over hoe kunnen wij het werk wat zij doen makkelijker maken met behulp van onze software. Vandaag zijn we hier in Arnhem bij de CISA Zorggroep. Zij maken gebruik van onze software en we zijn hier op een dagbestedingslocatie waar hun cliënten naartoe komen voor allerhande dagactiviteiten. Ja, als we naar de toekomst kijken, dan zie je dat de zorg eigenlijk steeds meer draait om samenwerking. Niet alleen in de organisatie, maar ook tussen organisaties. En daar is nog heel veel te organiseren op het gebied van gegevensuitwisseling. Die kan daar heel erg bij helpen. Dus als jij als cliënt of patiënt bij een zorgverlener komt, dan wil je eigenlijk niet steeds je verhaal opnieuw hoeven vertellen. Maar dan wil je eigenlijk dat die informatie al bekend is van andere zorgverleners. En wij vinden dat we daar aan mee moeten investeren om dat mogelijk te maken.